Deze column is mede mogelijk gemaakt door de columnist die zijn plek aan mij afstond, omdat hij 99 andere dingen te doen had. En door Kermit de Kikker, John de Mol, Peter van der Vorst, Carlo Bossart, Eva Jinek, Thomas Acta, Veldhuizen, Kemper, Paul Simon, Abba, Nick en Simon en Angela de Jong. En de titel is dan ook Nick, Simon en de tv-columnisten van het AD. Voordat ze op het RTL-nieuws vertellen wat voor weer het gaat worden, hoor je tegenwoordig een stem die zegt: het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de barbecue-sauzen van Calvé. Mooi dat ze een goede bestemming hebben gevonden voor die vieze sausjes. Ik ben wel blij met commerciële televisie waar ze dat soort informatie prijsgeven, want de publieke omroep wordt door het grootste deel in stand gehouden door publiek geld. Omdat iedereen het wel weet, zijn ze nooit aan begonnen om elk programma te beginnen met de mededeling dat het mede mogelijk gemaakt wordt door de belastingbetaler. Deze opmerking hoeft helemaal niet, want mochten we even vergeten zijn wie de grote geldschieter van de publieke omroep is, dan hebben we altijd nog een tv-recensent die de kijker daar fijntjes op wijst. Dat is Angela de Jong. Verder te noemen, Dik Kopje. En Rijn Kroes, dat is trouwens helemaal geen belediging, sinds Kermit met afstand de leukste Muppet zijn babyfoto's toonde en vertederend opmerkte: kijk, ik was hier nog een dik kopje. En Angela de Jong heeft natuurlijk wel een flink hoofd. Maar zij legt de verstandhoudingen in haar columns altijd duidelijk uit. Nederland 1 en 2 en 3 bestaan van belastinggeld. En SBS en RTL worden in stand gehouden met geld dat binnen wordt geharkt door de koningen van de wansmaak, John de Mol en Peter van der Vorst. De recensente beschouwt het als een van haar taakjes de lijntjes helder te houden, omroepbaasjes te vertellen wat ze wel en niet moeten doen en de kijker te informeren waar ze niet naar moeten kijken en welke programma's ze terug moeten zien te vinden. Omdat ze zichzelf nogal serieus neemt, duikt ze veelvuldig op in allerhande radio- en tv-programma's. Ik heb er wel eens samen met Carlo Bossart bij Eva Jinek zien zitten. Het gesprek ging over het overschatte tv-programma De TV-kantine. Daarin worden mensen, waaronder Bossart zelf, zo langdurig door grimeurs onder handen genomen om op een bekende Nederlander te gaan lijken dat er geen tijd meer over is om fatsoenlijke teksten te laten schrijven wat ze in hun vermomming zouden moeten gaan zeggen. Dikkopje was al eens in dat programma gepersifleerd. En toen Bossart bij Jinek vertelde dat ze ook in de nieuwe serie nagedaan ging worden, gingen haar mollige armpjes de lucht in onder het uitroepen van de krachtterm yes. Die vervulde ijdelheid zal er niks mee te maken hebben, maar ik heb daarna van haar nooit een kritisch woord gelezen over een programma waar Carlo Bossart aan mee te maken heeft. Ze is bijvoorbeeld lyrisch over het door hem gepresenteerde I Can't See Your Voice. Daarin moeten mensen raden of iemand kan zingen of niet. Maar het programma Chocolade maakte ze met de grond gelijk, terwijl het uitgangspunt van een vergelijkbare onbenulligheid is. Wat is het verschil tussen raden of iets van chocola is of niet, of dat iemand wel of niet kan zingen? In beide gevallen maakt het mij helemaal niks uit. Maar Chocolade was infantiel, primetime, publieke omroep, ons geld enzovoort. Hoewel ze nooit te beroerd is om een slapende hond wakker te laten schrikken, heeft ze het racistische aspect van dit programma nooit benoemd. Bij cacao denk ik aan ons koloniaal verleden. En aan chocoladeletters. En dus aan Zwarte Piet. En dan laten ze het programma ook nog eens presenteren door een chocoladekleurige mevrouw. Maar wat we haar echt kwalijk mogen nemen is haar verheerlijking van het duo Nick en Simon. Zij vindt alles leuk wat die twee doen. Die Volendammers duiken in ik weet niet hoeveel programma's op. Aardige jongens, ze lachen veel, ze doen gezellig, maar steeds vaker hoor je ze iets doen wat ze zelf op zingen vinden lijken. Het misverstand daarbij is dat iemand ze wijsgemaakt heeft dat een liedje alleen maar zin heeft als het tweestemmig wordt uitgevoerd. Acta en de Munnik deden dat vroeger ook. Maar dat probleem loste zich vanzelf op toen een van de twee bij de Lidl ging werken. Nick en Simon is gewoon lelijke zang in het kwadraat. En waarom moeten ze zo vaak op de tv? Ik zou bijna zeggen, ze zijn inmiddels zo bekend geworden, maak een tv-programma over die jongens. Je zou een lelijk single duo op zoek moeten laten gaan naar de wortels van Nick en Simon. Dat zouden bijvoorbeeld Veldhuis en Kemper mooi kunnen doen. Dat je die naar Volendam stuurt om te praten met de kleuterjuffen van Nick en Simon. Dat ze laten zien waar Nick en Simon hun schoolmusical opvoerden. En dan kun je eventueel een slotaflevering organiseren waarin Nick en Simon naar hun eigen vervelende liedjes moeten luisteren, uitgevoerd door Veldhuis en Kemper. Met als speciale gasten BZN en Jan Smit. Dan wordt er nog een filmpje vertoond waarin Paul Simon en Abba naar onze helden zwaaien
en vertellen hoe beledigd zij waren toen ze werden nagedaan door het duo. Een programma dat je laat financieren door hun grootste fan, Dikopje. En om haar over de streep te trekken, zeg je dat ze een rolletje krijgt, wat je er altijd nog uit kan knippen. En voor het programma begint, hoor je een stem. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de tv-columnist van het AD. En de stem vervolgt, dit programma is mede menselijk gemaakt doordat Nick en Simon niet te horen zijn. Alle overeenkomsten met de zangstemmen van Nick en of Simon berusten op toeval. En dan nog een telefoonnummer voor eventuele geestelijke nazorg. En om John Reed te parafraseren, dit was mijn column en hiermee zullen we het moeten doen. En daarmee doen we het dus ook, de column van Ton Ouwehand.